Hola, hola chicas. Vanavond ga ik aan jullie laten zien hoe jij zo een naaldje doet. Oké, in verband met de materialen. Ik ga werken met de Glamour Red. De tekening ga ik allemaal doen met de One Stroke Black. We hebben nog een matte topcoat, by the way. Deze is een nieuwe matte topcoat, is al bestelbaar online. En daarna gaan we alles doen met dit penseel, de 706. Voor de lijntjes gaan we dat gebruiken. En voor het rode deel gaan we met de 501 werken. Goed. Ik ga nu direct beginnen met een paar lijntjes. Eigenlijk, ik ga drie heel belangrijke lijntjes nu tekenen. Maar niet met rood, maar met zwart. Oké, we gaan een klein beetje zwart nemen met ons penseel. Dat hoeft niet veel te zijn, echt heel, heel, heel weinig kleur. Nu ga ik even het centrum, het midden van de nagel bepalen. En vandaar gaan wij een lijn tekenen aan de rechterkant. En nog een lijn tekenen. Aan de linkerkant. Oké, heel weinig kleur. En een heel fijn lijntje tekenen. Hoeft niet perfect te zijn, want daarna gaan wij even erover. En dan aan deze kant nog een lijntje. Wat is wel belangrijk is dat de twee lijntjes symmetrisch zijn. Dat is wel belangrijk. Oké, weinig, weinig, weinig kleur. En voilà. We kunnen ook even onze hand draaien en kijken van de andere kant of inderdaad de twee lijntjes symmetrisch zijn. En dat is belangrijk, anders is onze tekening scheef. Ik ga nu een klein boogje hier tekenen. Van links naar rechts. Ook met heel weinig kleur en dat hoeft ook niet perfect te zijn. Zo, voilà. En dan gaan wij even in de lamp en daarna gaan we verder met de tekening. Goed. Oké, nu gaan wij al die deel van de nagel kleuren met rood. Ik ga dat rap, 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 rap doen. Gewoon een dun laagje en daarna gaan wij de nagel in de lamp doen. En nog een laagje aanbrengen. Oké. Mooi binnen de lijntjes blijven. Oké, we zijn terug. En klaar voor een tweede laag rood. Ontdekken de hoekjes. Trak, trak, trak. Jeroen, dit is voor jou, hè? Trak, trak, trak. Oké, bijna klaar. Nog een klein beetje aan de andere kant en daarna gaan we even in de lamp. Oké? Voilà. Dat is. We zijn bijna klaar om de tekening te doen, maar ik teken niet zo graag op zo'n blinkende oppervlakte. Dus wat ga ik doen? Nog een laagje van deze topcoat leggen. Gewoon een laagje van een matte topcoat over de nagel. En zo hebben wij een matte oppervlakte. En dat is, ik vind het gemakkelijker daarop te tekenen. Ja, ik ga direct beginnen. Hopelijk lukt het goed, maar hier voor de camera het is een beetje moeilijk. Ja, ik ga het zo doen anders. Oké, en we gaan met de eerste lijn. En zo hier. Tot de andere kant in één keer. De tweede lijn gaat wel dikker zijn. En zo hebben we meer contrast tussen de twee lijntjes. Dus
Dikke lijn, als jullie zien, aan deze kant is de lijn dunner dan aan de andere kant. Dus wat ga ik doen? Met mijn fijn penseeltje deze lijn even dik doen. Anders is dat niet mooi. Dus ongeveer zo. En daarna met de kleur, dezelfde kleur dat ik gebruikt heb om die lijn te tekenen, ga ik gewoon doortrekken met mijn penseel tot aan de andere lijn. Oké. We gaan in heel fijne lijntjes, hè. 2, 3 en zo verder. En dan de andere kant ook. Zo. Trek, trek en trek. Ja, het ziet er goed uit. Ik denk dat ik hier nog een klein lintje kan tekenen. Goed, en nu ga ik een klein momentje in de lamp. Ik ga nog hierover hangen. Met mijn penseel, de twee eerste lijntjes dat we getekend hebben. Dus deze kant, zo, kan ook ietsjes dikker. Zo. En dan de andere kant. Zo. Goed, hierboven kan een beetje. Ga zo doen. Want het is zo moeilijk voor mij hier te tekenen. Mijn eigen nagel, de ringvinger, nog moeilijker. Nu ga ik hier het zwart. Van één kant tot in het midden. Een beetje meer kleur nemen met het penseel. Goede steun zoeken met je hand. En dan tot aan de andere kant. Zo. Ja. Wat kan je nu doen met een dotting tool? Kleine stipjes tekenen. Ik begin altijd in het midden. Dus hier in het midden eentje. Daarnaast nog eentje, nog eentje en nog eentje. En de andere kant gaan we ook zo doen. Eentje, twee, en drie. En terug in de lamp misschien. Oké, nu hier ga ik een klein druppeltje tekenen. Ik ga met mijn dotting tool een bolletje leggen. Zo. En van dat bolletje ga ik naar boven de kleur trekken en dan gaat het zo'n een druppeltje worden. Zo. Ongeveer. Ja, voilà. En dan nog een paar stipjes. 1, 2. En aan de andere kant ook 2. 1 en 2. Ja, het begint zo mooi te worden. Nog een keer in de lamp. Terug. En we gaan nog een fijn lijntje. De laatste lijn. Hier. Hier tekenen. Ja. Dat is echt niet moeilijk. Even breed. Mooi symmetrisch. Oké. Ik ga nu met een klein beetje rood hier inkleuren, ja. Binnen de lijntjes blijven.
De hoekjes goed dekken. Andere kant. Voilà. Nu gaan we in de lamp. De tekening is klaar. Daarna moeten we gewoon hier een paar steentjes plakken. Ik ga een minuutje in de lamp. Oké, voilà. De steentjes zijn geplakt. En dit is het resultaat. Ik hoop dat jullie de video leuk gevonden hebben. En ik zie jullie volgende week woensdag rond 8:30 uur. Bye bye, bye bye, bye bye.